je bent zelf ook coach, toch? Inderdaad. Ja, ja. Zou het voor jou ook kunnen werken? En in welke zin zoiets? Om dit zoiets samen te doen? Ja, ja. Ja, dat zou best goed kunnen werken. Ja, hè? Waarom? Want nou, ik heb zelf wel eens vaker gedacht van, je zou ook een andere plek kunnen benutten. Hè? Bijvoorbeeld Andalusië of Sardinië. Maar het punt is vaak dat je dat niet kent. Nee. Dus ik heb altijd ook zoiets, ja, hoe vind je goede locatie? Ja, hoe ga je je daar dan verplaatsen? Dat soort vragen komen dan op. Dus dan is het ontzettend handig om iemand te kennen die en weet in hoofdlijn wat je business is, maar ook de weg weet te vinden op het eiland. Ja, ik probeer er ook wat betekenisvol betekenis aan te geven aan de plekken. Dus de link met de cursus en zo. Kijken of dat, dat vond ik wel leuk dat Iris dat inderdaad wel zag. Dat is dat voor mij een soort creatieve uitdaging. Ja, absoluut. Ja. 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 Dat is het leuke, het scheppen. Ja, ik geniet ook gewoon van het van tevoren op papier zetten. En dat samen zo af te even een beetje verkennen, weet je wel. Van, wat zou, als jij dit doet, dan is misschien deze plek wel leuk. Hoe zou dat zijn? Ja. Dat vond ik heel leuk om met Iris ook van tevoren zo te bespreken. Dat is mooi. Ja. Ja.